Philip Cocu en Jeroen Soet zaten achter de tafel bij de traditionele persconferentie voorafgaand aan Rostov PSV. En het ging uiteraard over de tegenstander die zowel Anderlecht als Ajax uitschakelde op weg naar de poolfase van de Champions League. We spelen morgen tegen een tegenstander die vorig jaar tweede is geworden. Ja, Anderlecht Ajax uitgeschakeld en dat gebeurt niet voor niets. Dus het is een stugge ploeg, een goede tegenstander. Maar ik denk dat we vorig jaar in Moskou ook een groot gedeelte van de wedstrijd hebben kunnen laten zien dat we daar heel goed tegen kunnen voetballen. En ja, dat willen we morgen ook gewoon doen. Om in de race te blijven, zeker na die nederlaag tegen Atletico Madrid, moet PSV winnen. Dat geldt ook voor Rostov, dat ruim verloor bij Bayern München. En je hoeft Philip Cocu niet uit te leggen hoe belangrijk zo'n wedstrijd als deze is. Cocu keek daarom nog een keer met belangstelling naar de wedstrijden die Ajax speelde tegen Rostov. En met name in Rusland. Ja, ze hebben het heel moeilijk gehad hier. Maar niet alleen Ajax. Ik denk dat wat deze ploeg al in veel wedstrijden heeft laten zien wat hun kwaliteit is. Misschien was dat niet heel erg bekend in Nederland. Als je die club bekijkt over een aantal wedstrijden, wat we uiteraard gedaan hebben in de voorbereiding. En dan kijken we niet alleen naar Ajax. Nou, daar staat er gewoon een kwalitatief goede ploeg met specifieke kwaliteiten. Maar ook een hele strakke formatie die heel weinig kansen weggeeft. En dat zag je zeker in die wedstrijden tegen Ajax. Er was uit en thuis nog wel een groot verschil, maar zeker hier. Ja, dan hebben ze toch wel meer initiatief getoond en eigenlijk de wedstrijd bepaald. En, die hebben we natuurlijk goed bekeken om zo ons eigen plan te trekken voor de wedstrijd van morgen. Jeroen Soet kan in de Champions League fraaie cijfers overleggen. 4 clean sheets en 9 wedstrijden. En de doelman weet hoe je die Champions League bereikt. En weet ook dat dat allemaal hoogtepunten zijn. Nou ja, ten eerste dat we kampioen zijn geworden met PSV, dat was iets heel moois. Daarna hebben we ons automatisch geplaatst voor de Champions League en een mooie pool gehad. En ik denk ook laten zien dat wij ons kunnen meten aan grote tegenstanders. En voor mezelf ook in grote wedstrijden dat ik goede wedstrijden kan spelen. En dat is iets wat tot nu toe in mijn carrière mooi is aan het spelen van de Champions League. In Rostov speelt PSV zijn 100ste duel in de Champions League. Een jubileum dus, dat een mooi vervolg moet gaan krijgen. Wij hebben in ieder geval kunnen zien dat zij niet alleen maar puur op de counter spelen, maar ook een wat offensiever spel kunnen hanteren. Nou, dus voor ons is het belangrijkste zaak dat we voorbereid zijn op eventueel hun strijdplan. En wat dat dan is, dat zullen we morgen zien. Wij moeten gefocust zijn op onze mogelijkheden die we gaan krijgen. Hoe we de ploeg willen gaan bespelen en hoe we willen gebruik maken van onze eigen kwaliteiten. En daar richten we ons op voor morgen.